Hi, ik ben onderweg naar KNGF-geleidehonden in Amstelveen. Vandaag ga ik naar iets heel leuks en bijzonders, maar ik ga niet alleen. Twee collega's en honden gaan met me mee. Op naar KNGF dus, om bij ze in de bus te stappen. Kijk eens even, deze collega's zijn er al helemaal klaar voor. Pippa, Fidor en Sanna gaan met ons mee. Ik ben vandaag met Mascha, Priscilla en de honden bij het Emma Kinderziekenhuis. We zijn namelijk gevraagd om in het kinderprogramma Babbels iets te komen vertellen over KNGF en onze honden. En dat doen we natuurlijk heel graag. Gelijk is het ook een mooie training voor de honden. We komen nu de bus uit. En dan gaan we daar naar binnen. Kijk, hier zijn we in de studio van Emma TV. Binnenlopen. Het ziet er hartstikke mooi uit. Oké. Druk achter de schermen gewerkt. Ja, en de quiz en alles. Hier is de regiekamer. Oké. En waarschijnlijk ook de bureau. Oké. En hier. Kijk, dat is de knappe koppen van vandaag. Kijk, hier wordt zo meteen de show opgenomen. Pippa en Fidor mogen al eventjes snuffelen. De camera's staan er klaar voor. Komt naar een mooie uitzending. Tijdens de show zelf konden we niet filmen in verband met de privacy van de kinderen in het ziekenhuis. Het programma Babbels wordt elke week opgenomen voor zieke kinderen in het ziekenhuis. Wij waren deze keer als gast gevraagd. Priscilla en Mascha hebben van alles verteld over KNGF. En onze honden hebben natuurlijk wat vaardigheden laten zien. Het was dus gelijk een trainingsmoment. Ook mochten de kinderen voorspelletjes vullen die Pippa, Fidor en Sanna lekker konden opsmikkelen. Na de uitzending werd alles gelijk weer opgeruimd. Kijk mee. Zo, de uitzending is afgelopen. Ja. Hartstikke goed. En de studio wordt hier al opgebroken. Mm-hmm. En dan is het weer ziekenhuis. Ja, precies. Ja, dan is het weer terug met het voetbalveld. Met het voetbalveld, ja. Nou, wij gaan hier rustig alles inpakken en dan rijden we terug naar KNGF. Yes. Doei! Doei! Dat was super leuk om te doen. Inmiddels zijn we weer terug op KNGF. De kinderen vonden het ook heel leuk. De hondjes hebben het super goed gedaan. Die kunnen nu lekker gaan relaxen. Dag, Fidor. Dag.